Alright, zeg, backstage bij Brussels Airlines. Wij gaan zo meteen Els onderdompelen in het leven van een stewardess. Geert Sio, woordvoerder van Brussels Airlines. Ze ziet er toch al uit als een echte stewardess. Knappe madame, haar haar is in orde. Ze is mooi geschminkt. Dat is iets wat echt wel moet in de luchtvaart. Op dat vlak krijgt ze toch al, denk ik, bijna 10 op 10. Maandag 9 uur in Londen. Els, hoe cool is dit, zeg? De kledingwinkel eigenlijk van de piloten en van de stewardessen. Amai, zo'n mooi rood kleedje daar. Ja, krijgt ze dat ook aan, een rood kleedje? Oh ja, het hangt hier al te blinken, zeg Els. Amai. Wauw, staat die goed, hè? Ik weet het niet, hè. En is er een bepaalde manier waarop dat sjaaltje geknoopt moet worden? Ja, ja, dat ligt vast in onze style directory. Oh. Zodat onze gasten aan boord altijd dezelfde look en dezelfde feel krijgen van ons bedrijf. Heel belangrijk. Dag Sandra, jij bent purser, de bazin van het cabinepersoneel. Van het cabinepersoneel, inderdaad. Okay. En in welke ruimte zijn wij nu? We zijn nu in de crewroom momenteel. Dus hier komen we allemaal samen. Vanaf het moment dat iedereen er is, gaan we aan tafel zitten. En dan wordt er beslist wie in welke positie gaat werken. Een one left, een two left, een three left, een four left. En dan weten ze wat hun taken zijn. Veel Engels gaan we horen vandaag. Ja, vandaag wel. Ja, inderdaad. De luchtvaart is veel Engels. Ja, ja. Oh, but not a problem. My English is very good. Very good. Ik heb al iedereen naar mij zien glimlachen. Ja. Jullie lachen altijd, hè? Ja, inderdaad. Dat hoort erbij. Maar stel, je hebt zoiets echt een baaldag. Jullie laten dat nooit zien. Nee. Ja. We moeten lachen. Niets aan te doen. Je mag dat niet laten zien. Passagiers gaan op vakantie. Die willen een fijne, lieve, glimlachende stewardess voor hen zien. En daar proberen wij altijd aan te voldoen. We gaan aan boord, de Els. Oh, super, hè. Het is echt spannend en ik zie het echt helemaal zitten. Ja, ja, ja. Echt, nu gaan we echt onze eerste stap in het vliegtuig zetten. Ja, ja. En straks gaan we van de grond, hè, Anke. Els, je gaat de mensen verwelkomen. Ja, ik ga mijn best doen, hè, Anke. You have nice smiles. Thank you. Er staat hier 1 seconde en er is al een Amerikaan die zegt, you have nice smiles. Oh, zeg. Amai, zeg, ik ben al volledig te blozen. Als stewardess moet je ook speechen, hè. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Om een menigte toe te spreken? Ik ga mijn best doen, Anke. All right, you go, girl. Ladies and gentlemen, welcome on board your Brussels Airlines flight to Barcelona. Please take the seat that's assigned to you as indicated on your boarding passes. Sandra, we zitten nu hoog in de lucht. Wat gebeurt er nu? Nu gaan we al de tafels klaarmaken voor in cabine te gaan. Eten uitdelen, drank uitdelen. Willen jullie iets drinken? Cola Zero, alsjeblieft. Cola Zero met citroenen met een ijsblokje. Cola Zero aan boord gaat altijd heel veel moes geven. Ja, ja, ja. Dus wij moeten altijd heel stilletjes schieten. Ah, en soms als wij een volle cabine hebben, dan verliezen we heel veel tijd met Cola Zero in te schenken. Nee. Ja. Dus dan geven we liever gewone cola. Ja. Dat duurt minder. Dus luisteraars, jullie hebben het gehoord. Als jullie dorst hebben, het gaat sneller met gewone cola. Elske, we hebben het gedaan. Hè. Brussel, Barcelona, Barcelona, Brussel. Hoe viel het nu mee de speeltijd als stewardess? Eerlijk gezegd, dat is redelijk vermoeiend. Ik had dat echt niet verwacht, maar amai, nu heb ik wel een andere kijk op het werk van stewardess. Als je op een vliegtuig zelf zit, besef je dat niet. Het is eigenlijk een geoliede machine en alles loopt mooi gestructureerd. En het is echt wel werken. Maar het is heel leuk om te doen en misschien kan ik een keer als freelance komen invallen. Hè? I'm gonna sing this song with all of my friends.